Deze week was een spannende week voor veel middelbare schoolleerlingen. De examenuitslag kwam binnen. Voor sommigen slecht nieuws omdat ze gezakt zijn of een herkansing moeten maken. Maar ook velen zijn geslaagd. Voor die leerlingen is er de jaarlijkse graduation party. Op het terras van de oude sociëteit wordt gevierd dat iedereen geslaagd is en wordt gedeeld wat de vervolgopleiding gaat worden. Almelo hoopt mede met de graduation party dat de herinnering in Almelo goed blijft. Het feest wordt gesponsord door het bedrijfsleven en dat hoopt dat de studenten na hun studies weer terugkomen naar Almelo. Om hier in het bedrijfsleven aan de slag te gaan. En dan filmrolletjes in die op. Oh god, helemaal geen dag meer aan. Hebben verdiend. Hartstikke goed. Ze zeggen wel eens, een diploma is een bewijs van, wat je hebt gedaan. Niet van het tijd. En dat was dan weer een grapje. Of het was heel naïef dat men het niet meer wist. En dat is dan weer de schrik die je overkomt. Maar dan blijkt het mee te vallen. En dan veel mogelijkheden om een hele leuke baan te vinden in de toekomst. En ik denk dat deze graduation party ook laat zien hoe belangrijk wij vinden dat talenten zoals jullie aan deze regio gebonden blijven, aan Almelo gebonden blijven. En het bedrijfsleven, die hier ook rondloopt, die wil ook graag met jullie daarover in gesprek gaan. Een driemaal, hè?